schitterend weer vandaag en zeker schitterend voor de mensen die zonnepanelen hebben. Nou, dit gebouw hier achter mij, Kuipers in Helmond, daar moeten straks op de wand zonnecellen komen. Dus echt tegen de wand aan. Bedoeling is dat het niet alleen functioneel is, maar ook mooi in het design. Want daar gaat het volgens Solarix mis. Zonnepanelen worden te weinig toegepast, omdat ze er niet mooi uitzien of niet makkelijk op maat te maken zijn. En daarom bedachten ze de zonnetegel. Die kan in verschillende maten en kleuren tegen de wand bevestigd worden. Ja, en die zonnetegels die worden hier gemaakt in Roosendaal, bij Chameleon Solar. Nou, vers van de pers, Ranier. Ja, daar is hij dan. Eindelijk. Zo ziet er zwart uit, maar we draaien hem eigenlijk om, hè? Ja, dit is de achterkant en dit is de voorkant. Ja. En hier heb je een op maat gemaakt voor ons gekleurde zonnecel. De bovenkant is glas. Ja, het is een glas. En het binnenin zit dus de zonnecel. En wij hebben dus gekozen voor een gekleurde oppervlak. Als het gewoon een zwarte zonnecel met een transparante voorkant zou zijn, zou die 21% efficiëntie hebben. Ja. En nu 19% efficiëntie. Okay. Maar omdat we hem combineren met onze composiet, we plaatsen hem dus hierin. Ja. En omdat hij onder een hoek op de gevel komt, wordt hij weer wat efficiënter. Ja, hij pakt eigenlijk, hij is wat schuiner, waardoor hij de zon iets beter oppakt. Ja, ja. Het is voor het eerst dat een gebouw op deze manier zonne-energie op gaat wekken. Een gedeelte van de tegel is het zonnepaneel, een ander gedeelte is composiet. Een materiaal dat in de bouw veel gebruikt wordt. Je hebt ook in de architectuur heb je hoekstukken nodig. Dus hè, als je de bocht om wil gaan, aansluitingen op de ramen. En dat kunnen we allemaal in composiet maken. Je kan het echt als een bouwelement zien. Snel bouwen, licht bouwen. Het heeft dus heel veel voordelen. En omdat we er een lichtstrip in verwerkt hebben, kun je ook dus 's avonds kun je het gebouw in een kunstwerk veranderen. Omdat je met digitale visualisatie kun je dus dat gebouw laten veranderen. Na de zomer moeten de eerste tegels hier in Helmond komen. En daarmee is dit het eerste gebouw in de wereld dat op deze manier zonne-energie opwekt.